We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die 24 uur geldig is vanaf vanavond 19:30. S'avonds en 's nachts kunnen we buien in het noordoostelijk deel van het land verwachten, die mogelijk gepaard gaat met onweer. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel en of mist ontstaan, voornamelijk in beboste gebieden. Morgen kunnen we overdag te maken krijgen met plaatselijke buien die eventueel vergezeld zijn van onweer. De intensiteit van deze buien kan licht tot matig zijn, maar op sommige locaties kunnen ze iets heviger zijn. Af en toe kan het winderig zijn met enkele windstoten, voornamelijk in het westelijk deel van het land. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er 15% tot 25% kans is op enkele windstoten, voornamelijk in het westelijk deel van het land.